allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag vandaag en nog één dagje werken en dan is de vakantie. Ik ben nu echt aan het aftellen geblazen voor de laatste streep naar de vakantie toe. Ik had het nog niet in de vlog van gisteren vermeld, maar ik heb ook de eerste ruzie, nou ja, ruzie is het niet, maar de eerste procedure op YouTube. Royalist die had de livestream van voor mij afgelopen zondag, voor jullie een week later, had hij een claim opgezet. Ik doe niet aan inkomsten. Ik doe het gewoon vrijwillig. En als ik niet zou reageren, zou er niks aan de hand zijn. Zou er alleen reclame in mijn stream komen. Maar het gaat mij gewoon om het feit waarop en waarom. Waarom? Er is een stukje livestream. Dat staat ook de tijd bij van zo lang tot zo lang. En daar staat dus in dat ik iets van hem zou gepikt hebben. Muziek of weet ik van wat, in ieder geval iets wat van hem was. Nou, het stukje heb ik gisteravond nagekeken. En het was een stukje van een paar minuten, één of twee minuten. En dat is een conversatie waar Joost en ik met elkaar aan het kletsen zijn. En tegelijkertijd aan het gamen zijn. Dat is dus niet van hem. Dat is dus mijn gedeelte. Want ik stond met Joost te kletsen. En ik was het spel aan het spelen. Dus ik vind niet dat hij recht heeft op die claim. Dus ik ben er tegen in bezwaar gegaan. Nou. Alles. Om tot het laatste conclusie te komen. Het duurt een maand voordat de uitspraak is. En ik heb ook een royalist gevraagd waarom die mij een claim heb gegeven. Maar daar reageert meneer niet op. Dus het is gewoon even afwachten. Ik denk wel dat ik ga winnen. Want ik heb een stukje nagekeken. En zoals ik al zei, Joost en ik waren in conversatie. Terwijl we GTA 5 aan het spelen waren. Ik snap niet, totaal niet waarom. Maar goed. In ieder geval, Villa Quinza is lid geworden van mijn Twitter. Hartstikke tof, Quincy. Quincy van Kevrijts. Villa Quinza, die is volgens mij nou tegenwoordig ook op Twitter. Hartstikke tof, hartstikke gaaf. Ik hoef nog één dagje en dan ga ik lekker op vakantie. Dat heb ik al gezegd. Maar ik vind het zo lekker om het nog een keer te vertellen. Hè. Heerlijk, jongens. Eindelijk vakantie. Ik ben er wel aan toe. Nou, ik ga even de computer aanslingeren. De vlog van gisteren even in orde maken. En dan spreek ik jullie dadelijk weer. Ik ga dadelijk nog even lekker koken. Ik zal even laten zien wat ik lekker ga eten vandaag. Moet ik even het licht aangooien. Terwijl Dribbel Bokito staat lekker even de telekottenbak op te trekken. Wat ben je allemaal aan het doen? Oh, ben je je poepjes aan het begraven? Nou, dat hoeven jullie niet te zien in de vlog, hè? Nou, jongens, wat gaan we vandaag eten? Hamburgers. Nee, joh. We gaan vandaag eten boontjes, aardappeltjes en een lekker stukje schnitzel. Dus dat gaan we lekker eten. Als het goed is komt vandaag mijn buurvrouw van haar doen. Dus ik hoop dat dat ook doorgaat. En dan heb ik tenminste weer lekker kort. En dan kan ik er tegen voor de vakantie. Ik vind het altijd lekker om kort haar te hebben. Nou, ik ga nog eventjes wat dingetjes doen hier in huis en dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 9 uur. Nou, ik heb nog niemand gezien. En we gaan maar weer zien wat het wordt, jongens. We gaan het maar weer zien. Dus altijd het spannende van afspreken. Je weet nooit of dat het echt zo is. Dat is dus het grote probleem van alles. Ja, je bent afhankelijk van een ander. En anno 2017 is dat heel moeilijk. Om afhankelijk te zijn van een ander. Want een ander kan er nog wel eens niet
geen zin in hebben en geen afspraken mee kunnen maken. Dus we wachten af, we wachten af, we wachten af. Morgen kan ik in ieder geval niet, dus dat wordt ook wel een probleem. Want morgen is het woensdag en morgen is dus ook de vlog die jullie kunnen zien van Feyenoord ADO Den Haag. Dat is de wedstrijd om de KNVB-beker en daar ga ik naartoe. En daar maak ik dus ook natuurlijk, uiteraard, maak ik daar een vlog over. Dan heb je de zondag, dat is voor mij aankomende zondag. Dan is het Feyenoord NAC Breda. En dan ben ik er helaas een keertje niet bij. Ik zou wel een aparte vlog maken, maar dan ben ik inmiddels op vakantie. Dus dan moeten jullie helaas de wedstrijd Feyenoord NAC moeten jullie helaas missen op mijn lijst. Want dan ben ik in Drenthe op vakantie. Nou, ik ga denk ik zo nog maar even de livestream aanzetten, jongens. Want er is toch verder toch helemaal niks meer te doen. Ik heb de video van gisteren heb ik dus zojuist geüpload. Die is helemaal klaar. En deze ga ik dadelijk ook even uploaden en dan bewerken. Maar dan moet ik eerst nog eventjes dadelijk de afsluiter maken. Die komt dadelijk. Maar ik ga nog eventjes livestreamen, denk ik. Ik ga eerst even een bericht sturen naar Joost of dat hij kan. En als die niet kan, dan lekker niet. En dan ga ik lekker een beetje nog even een beetje op de computer even een beetje naar YouTube filmpjes kijken en zo. En dit en dat. Dus zo en die en daar en toe en door. Dus vandaag, ik ga nou een hele rare pose aannemen. Ik sta nu momenteel op mijn bed. Zo, ik wil even de gordijnen dichtgooien. Zo jongens. Boah, wat een zootje. Je doet het je ergste vijand niet aan. Zo, dan is dat ook in ieder geval weer gebeurd. Ik ga het nog eventjes hangen. En als ik weer wat te melden heb, dan spreek ik jullie dadelijk. In ieder geval spreek ik jullie dadelijk voor de afsluiting natuurlijk. Kijk, er komt Dribbel weer. Dribbel die gaat weer de gang op. En wat heb ik gezegd? Dat jullie voorlopig even niet meer de gang op mogen. Maar ja, toch doen. Zijn zo lekker eigenwijs. Dat wil je niet weten. Hé, Dribbel, hè? Nou, jongens, ik ga het eventjes de camera weer neerleggen. En dan ga ik even kijken of dat er nog wat aan livestreamen valt vanavond. En zo niet, dan maak ik er gewoon een gezellige avond van. Dan ga ik nog even lekker op de computer een beetje ouwehoeren en zo. Dus ik spreek jullie dadelijk allemaal weer, hè? Zo, en het is inmiddels 11:30 en tijd om naar bed te gaan. Morgen de laatste dag werken en dan is het zover, hoor. Dan is het zover. Dan is het eindelijk vakantie voor mij. Nou, er is verder niemand meer vanavond geweest. Dus ik denk dat ik toch andere dingen moet, even wat anders moet doen om toch mijn haar nog voor de vakantie kort te krijgen. Ik denk dat ik maar eens naar de kapper ga. Een donderdag ben ik toch de hele dag vrij. Dan ga ik maar naar de kapper als ik niks meer hoor. Nou jongens, ik ga het in ieder geval even lekker tukkie doen. De jongens zijn hier ook nog steeds. Daar is Drippy. Hallo. En daar zit Bokito, die zit lekker te eten. Ik ga in ieder geval lekker naar mijn bedje toe. Ik ben het zat. En ik ga het lekker slapen. Ik ben echt toe aan een... Even lekker slapen. Nou, in ieder geval jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's All Tracks. En skabedi, skabedoe, skabedabbe. Oeh.